2000 likes op deze video. En ik ga op deze rail grinden. Zet hem vanaf de camera. Wat lief? Zet de camera eens vanaf. Waarom? Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik start de dag vandaag op mijn dak en zoals jullie zien, het is fantastisch weer. Als ik hier zo sta, dan brandt de zon op mijn hoofd en dan voelt het echt als zomer. Het is de mooiste winterdag dat ik tot nu toe al heb meegemaakt. Het is helemaal blauwe hemel en de zon zit super hard te schijnen. Vandaag is aan de ene kant ook wel nog een kutdag. Ik kijk er niet naar uit, want ik moest straks naar de IKEA. Ik ga sowieso mijn excuses moeten aanbieden. We gaan bespreken als ik die 400 euro moet betalen van die zetel, of als ik gewoon de zetel moet herstellen. Ik hoop dat ik hem gewoon ga mogen herstellen, want 400 euro is echt wel veel geld en ik heb geen plaats om die zetel ergens te zetten. Dus dat zou echt wel kut zijn. Ik ben uiteindelijk ook gewoon getuige. Ik was opgeroepen bij de politie als getuige. Ik heb eigenlijk niks misdaan, dat zei de politie ook. Maar het zijn mijn vlogs, mijn opdrachten. Ik heb ervoor gekozen om de homies niet te verklikken aan de politie. En de schuld allemaal op mij te nemen. Dat is ook gewoon normaal, want zoals ik zei, het zijn mijn vlogs, mijn opdrachten. Het was allemaal sowieso mijn idee. Oké, we maken er een fantastische dag van, dat sowieso. Ik ga straks waarschijnlijk gaan BMX'en. Maar ik ga eerst heerlijk ontbijt maken. Holy shit, ik ben stoked op dit weer. Joe! Ik heb net 40 minuten op mijn fiets gereden. Ik was misschien beter met de auto gegaan, maar ik had echt totaal geen zin in dat spitsuur. Dan sta je daar zo te wachten in de file en dat is iets dat ik in mijn leven zoveel mogelijk wil vermijden. Ik ben er geraakt, ik ben aan de IKEA, ik moet zo dadelijk naar binnen. Het is een beetje spannend, want ja, ik ga daar toch mijn zegje doen en ik wil echt wel dat we gewoon alles een beetje kunnen uitpraten. Jullie zien hier water. Hier zien jullie een kleine oppervlakte en hier zien jullie een rail. Stel je voor dat ik met mijn BMX deze rail zou grinden. Ik zeg, stel je voor. Ik kan jullie verzekeren, ik heb in het verleden al gekkere dingen gedaan. Maar dit zou wel een van mijn gekste dingen zijn. Hoppa, en ik wil deze stunt doen, maar voor wat hoort wat. Dus bij deze 2000 likes op deze video. En ik ga op deze rail grinden. En dat kan ik jullie garanderen mensen, dit wordt gek. Dan zetten we hier een camera, daar een camera en helemaal beneden ook nog een camera. 2000 likes en we gaan voor een super zotte stunt. Ik had die plaza hier nog nooit gezien. Ik ben nogthans hier al redelijk veel naar binnen gegaan. Dat is zo een deel van de expo. Deze rail is gesloopt. Dus ze hebben hier waarschijnlijk al veel op zitten BMX'en of blijden of ik weet niet wat. Maar ja, ik vraag me ook af waarom is dat gekraakt. Misschien is het ook omdat er een auto of een camion of zo heeft tegengereden. Want ik heb nog nooit een video gezien met een BMX dat daar op grindt. Dus het zou normaal nog niet kapot kunnen zijn. En deze rail, als je echt je leven beu bent en heel veel balans hebt, dan moet je deze rail grinden. Ik ben zeker dan professionele bladers, rollerbladers dus. Inline skaters, voor de mensen die dat niet kennen. Die kunnen deze rail sowieso grinden. Moest dit water dieper geweest zijn, zou ik misschien wel een grind durven doen, hop over in het water. Maar dat is jammer genoeg levensgevaarlijk. Als jullie zo'n spot kennen, waar dat ik bijvoorbeeld een grind kan doen en in het water kan springen, dan wil ik daar sowieso naartoe deze zomer. En check dit. Oh my god. Stel je voor dat ik hier op zou grinden. Dit is echt gewoon levensgevaarlijk. Dat is iets dat ik waarschijnlijk nooit ga doen. Ja, dat is misschien een beetje te gek. Holy shit, er zijn hier van alle gekke mogelijkheden. Daar ook nog. Check deze ledge. Wow, yo, stel je voor dat je daar op rijdt. Ik heb in het verleden in de cinema ooit een keer iets super zot gedaan. Misschien moet ik dat filmpje tonen.
Jullie zien het, die shit was echt hard. Ik was zelf eerst op mijn bek gegaan. Dat was op een filmpremière van Booster, heel lang geleden. Dat was nog toen dat de acteurs van De Vijver nog niet echt bekend waren. En die speelden daar ook een rolletje. Oké, ik ga nu naar binnen. Ik hoop dat alles goed gaat. Wens me succes, maar als jullie die video kijken, is dat al te laat. Want dan is alles waarschijnlijk al opgelost. What? Hier is er ook nog een rail. Holy moly. En ik ben hier nog nooit geweest. Damn. Oké, ik ga na de IKEA hier nog terug naartoe komen. Om alles te checken, want er is hier sowieso nog meer. Yo! Oh my god, mensen. Een dikke middelvinger naar IKEA. Sowieso. Ik heb een boete moeten betalen van 300 euro. Ik ga het anders eventjes voorlezen. Het is echt wel fucked up. Ik heb me er niet kunnen uitpraten. Dat is wel jammer. Ik heb nogthans mijn beste praatjes boven gehaald. Voor de feiten die plaatsvonden bij IKEA. Tussen haakjes maltecounter, bla bla bla. Het adres op 16/11/2018. Er werd een PV opgemaakt. Beide partijen willen aanraden de burgerlijke vordering van IKEA ten gevolge van de schade toegebracht aan de slaapbank een minnelijke schikking treffen. Dus uiteindelijk. Laat het maar af, de camera. Wat lief? De camera is maar af. Waarom? We zien een parking. We zien geen rondrit voor uw dingen. Hè. Goed. Als je graag hebt om de politie bellen. Waarom zou je de politie bellen? Ja, meneer, moet u rust houden. Dus dan. Ik ben tegen mijn camera aan het praten. Ja, nu wel, maar de reus was hier aan het rondtoeren. Ik was hier aan het toeren aan het rijden, waarom? Moet ik het tonen? Ik heb alles gefilmd. Nee, geen probleem. Ik film gewoon dat ik aankom. Ja. Dus mogen, hier maak ik niet fiets met een fiets. Dat zei ik niet. Ik gewoon op waarom rust... belde de politie niet? Op een rustige manier. Nee, jullie komen hier toe heel aan de hand. Ik wil wel de toegang. Ja, hou mee toch? Ons vervolg wat beter informeren. Oh my god. Oké, mensen, zoals jullie horen, hier in IKEA werken blijkbaar alleen maar holy shit. Ik kreeg hier gewoon van de security onder mijn voeten, omdat ik zo gezegd aan het stunten was. Ik reed gewoon aan en ik doe dat altijd. Ik plaats mijn camera en daarna rij ik gewoon aan, zodat het lijkt zodat ik net uit IKEA kom. Jullie weten dat, want ik heb daar ooit al een video over gemaakt. Holy shit! Holy shit! Fuck IKEA! Fuck jullie allemaal, sowieso! Oké, voor alles een beetje goed uit te leggen. Ik heb een boete betaald van 300 euro. Oh my god, ik ben opgelicht. Ik ga nu even weg, want die mensen gaan waarschijnlijk de politie bellen. De security, oh my god, jullie zijn dikke losers. Jullie zijn echt wel dikke losers. Oké, let's fucking go. Ik ga nu naar een chille plaats en ik leg jullie alles uit. Joe! Oké, hier ben ik dan op een chille plaats en ondertussen al een beetje gekalmeerd. Ik was er echt niet meer gediend dat die security gewoon naar mij kwam en mij vals kwam beschuldigen omdat ik daar aan het stunten was. Ik reed gewoon aan naar mijn camera en dat doe ik altijd als ik zo'n shot neem. Logisch ook, want hoe kan ik anders uit het niets komen? Ik kan moeilijk mijn camera op die plaats gaan toveren. Ik zal jullie van de eerste keer de brief verder lezen. Dat is nu wel prioriteit nummer 1. Hoppa. De heer Van de Heurte erkent dat hij tijdens dit bezoek aan IKEA een slaapbank, vrijheten hoekslaapbank, donkerreis heeft beschadigd. Door deze schade kan de slaapbank niet meer worden verkocht. Uiteindelijk is het raar dat zij deze brief hebben opgesteld, want bij de politie kwam ik als getuige en daar ben ik opeens misdadiger. Ik ben gewoon niet iemand dat mijn homies verklikt in nog geen 100 jaar. Dat is de echte G-code. Ja, er staat hier ook nog in dat ik binnen de 14 dagen het bedrag moet terugbetalen en dat IKEA geen klacht gaat indienen zolang ik deze boete betaal. Hoppa, dus uiteindelijk nog redelijk chill. Ik ben er goed van afgekomen, sowieso. Maar ik had het anders willen oplossen. Ik ga nu geen goede reclame voor IKEA maken. Ik ga gewoon zeggen, fuck IKEA, fuck jullie allemaal. Want jullie hebben hem opgelicht. Ik heb een bank betaald die kapot is. En ik heb ze niet eens. Ik heb ze wel zelf kapot betaald, maar ik heb ze niet. Als ik iets kapot maak,
dan wil ik het echt betalen, wil ik er echt voor opdraaien, maar dan wil ik die bank wel in bezit hebben. Dan kon ik die lekker thuis zetten en had ik een chille slaapbank, maar die ligt blijkbaar momenteel al op het containerpark. Dus dat is een beetje fucked up. Niets aan te doen, helaas, pindakaas. Het enige wat we hieruit kunnen besluiten is, als ik ooit nog een keer naar IKEA ga en ik film een video, moet ik eerst toestemming vragen. Waarschijnlijk gaat dat mogen. En als ik daarna iets sloop, dan moet ik er gewoon voor zorgen dat ik het niet film. Want als ik het sloop en ik film het, dan moet ik ervoor opdraaien. Maar stel je voor, ik had het nooit gefilmd, dan hadden ze mij nooit kunnen pakken. Dus in het vervolg, ik ga het gewoon niet meer filmen. Als ik iets sloop, ik ga het niet meer op YouTube zetten. Oké, ik ga nu waarschijnlijk iets gaan eten ofzo, want ik ram van de honger. Het was een redelijke fucked up bedoeling, want ik heb 40 minuten naar daar moeten fietsen. IKEA is super ver van mijn huis. Ik ben wel heel blij dat ik er vanaf ben. Dat is een rust, of hoe zeg je dat, een last van mijn schouders. En ik heb zin in een pastaatje. We gaan naar de Bocca. Sowieso. Let's fucking go. Ik heb uiteindelijk besloten om toch niet naar de Bocca te gaan. Het is veel te koud om nu iets buiten op te eten. Mijn handen zijn er aan het afrissen. Ik ben hier al sinds nu aan de winkelstraat. Hey, homies. Wat blief? Yo. Zeg maar eens. Dat is allemaal vlogger in je van de hoofd. Oh, maar ik weet wat ik doe. En als er Duits zit, is er iets gebeurd? Is er iets gebeurd? Ah wel, je maakt het direct voor niks. Alles goed? Ik hoop dat ze niet leren kennen. Holy shit, die gefrustreerde dude had me random onder mijn voeten. Het is het moment momenteel niet. En zijn kinderen waren ervan. Holy shit, rare wereld. We leven in een rare wereld. Vandaag is misschien wel de grootste scheiddag in mijn leven. Alles loopt verkeerd. Zelfs de handschoenen die ik 20 minuten geleden heb gekocht, zijn ondertussen al aan het kapot gaan. Echte prima kwaliteit, ik had het moeten weten, maar ik dacht, ik ga goedkope handschoenen kopen. Geen goed idee dus. Oké, we gaan de dag sowieso eindigen met mijn lievelingseten. Ik heb van alles gekocht, jullie zien het, Alpro Soja. Als je graag petit chèvre lust, dit smaakt bijna hetzelfde. Chocomelk. En hier is het. Lekkere currysaus van Uncle Ben. Deze is normaal gezien super lekker. De lekkerste is die van D&L, maar ze hadden die alleen maar in zo'n raar formaat en ik vertrouwde het niet, dus ik heb deze gepakt. Ik wou zeker zijn dat het geel is en ik dacht dat die D&L currysaus oranje of zo was. En ik moet gele currysaus hebben. Ik ga nu lekker koken, lekker genieten, lekker chillen. En me gewoon van niets meer aantrekken. Ik ga blij zijn als het morgen is. Morgen een nieuwe dag. We betalen de boete. En we geven om geen fuck. We gaan genieten. Holy shit. Wat heb ik nog gekocht? Kousen, zoals ik zei. Van die thermal kousen. Tempeh. Een flesje cola. Ui. En mijn lievelingshummus, dit is trouwens Afrikaans, een top aanrader. Oké, let's fucking go. Oké, dat ziet er super lekker uit. Ik heb heel veel honger, dus ik ga niet te lang praten. Ik heb hier een filmpje van Casey Neistat. Ik heb lekker eten en ik zie jullie na mijn eten. Ik moet ook wel zeggen, hier, nu ik deze plant zie en deze plant, het is wel super relax om een beetje natuur in je kamer te hebben. Ik ga sowieso in de toekomst nog meer planten zetten en dat gaat overdreven gezellig zijn. Daar ben ik al zeker van. Ik zie jullie na mijn eten. Joe. Super nice. Ik heb hier uiteindelijk net bericht gehad van de homie Louis. En we gaan waarschijnlijk gewoon de boete splitten. Dus het komt allemaal goed. Elk 150 euro is sowieso chill.
ik ga hier ook de vlog afsluiten, want vandaag was echt wel een heftig dagje. Ik ben mentaal helemaal kapot. Ik ga lekker chillen, nog een paar filmpjes kijken, daarna editen en heerlijk slapen. Morgen werk ik van 11 tot 2, dus morgen beginnen we met takeaway shift te doen. Joe! Ik zou zeggen, like de video, deel de video met al je vrienden en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog, zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.